Maar ik heb dus ook nog een enorme bestelling geplaatst bij Josh V. En ja, het ziet er echt wel mooi uit. En als het goed is, moet dit dus het eindresultaat worden. Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Het is vandaag maandag en het is weer tijd voor een nieuwe vlog. En ik ga gelijk even beginnen door het laten zien van mijn outfit van vandaag. Dit is mijn outfit van vandaag. Ik heb deze dus eigenlijk nieuw gekocht gisteren. Sinds dit weekend zijn natuurlijk de winkels weer open. En ik had gisteren even bij het boutiqueje gekeken en daar hadden ze echt extreme sale. Dus ik heb deze blazer daar gekocht. Het is een blazer van Josh V. Echt een super mooie kwaliteit. Ik zal het zo even proberen wat beter te laten zien. En daaronder heb ik ook een shirt aan. Die is ook van Josh V. Want ik had vorige week ook nog bij Josh V online besteld. En dat had ik eigenlijk gefilmd, maar er ging iets niet helemaal goed met de vorige week vlog. Dus dat stukje plak ik even hierna erachteraan, wat ik daar nog meer heb besteld buiten dit shirt om. En voor de rest heb ik natuurlijk mijn favoriete broek aan. En ik heb deze pantoffels aan, die zijn van de Kruidvat, daar heb ik ze besteld. Die hebben jullie kunnen zien in mijn Kruidvat shoplog. En ja, mijn setup staat al klaar, want de Kruidvat shoplog die ga ik straks in ieder geval filmen. Maar ik had nog een leuk pakketje gekregen die ik jullie nog even wil laten zien. En dat zijn namelijk deze geurkaarsen van Le de Soya. Ik hoop dat ik dat een beetje goed uitspreek. Ik heb daarvan 2 verschillende geurkaarsen van ze gekregen. Echt super lief. Ja, jullie weten hoe gek ik ben op geurkaarsen. En als allereerste vind ik deze er gewoon echt prachtig uitzien. Maar dit zijn eigenlijk niet zomaar geurkaarsen. Kijk nou hoe mooi dit is. En ik heb ze dus in 2 verschillende geuren. Dit is geur nummer 6 met peer en freesia. En dan heb ik hier nog eentje. En dit is geur nummer 3 met roos en bergamot. Maar dit zijn dus niet zomaar kaarsen. Dit zijn dus sojakaarsen en dat is eigenlijk voor een reden. Want heel veel kaarsen zijn gemaakt van paraffine. En paraffine is dus eigenlijk gewoon een heel schadelijk product als je dat opbrandt. Paraffine is namelijk een bijproduct van ruwe olie en het wordt vaak gecombineerd met kunstmatige geurstoffen. En het is daardoor gewoon helemaal niet gezond voor je gezondheid. En deze geurkaarsen zijn dus gemaakt van soja, maar deze geurkaarsen bevatten dus geen kunstmatige toevoegingen. Ik zou zeggen, kijk even op de website, want daar hebben ze een hele duidelijke uitleg waarom paraffine nou zo slecht is en waarom deze geurkaarsen veel beter zouden zijn voor je gezondheid. Ja, ik wist dus zelf helemaal niet dat paraffine dus zo schadelijk is voor een geurkaarsje. Dus ik ga me daar echt nog zeker beter in verdiepen. En ik ga ook kijken hoe het met mijn andere geurkaarsje zit. Ja, wat voor ingrediënten daarin zitten. Mocht je deze geurkaars nou ook willen bestellen, met mijn kortingscode krijg je dus 20% korting. En ik heb deze geurkaarsje dus van hun gekregen. Dus nogmaals, dankjewel ervoor. Ik ga ze nu gelijk aansteken, want ik ben natuurlijk heel erg benieuwd hoe dit ruikt. Ik ga hem gelijk even hier in mijn kastje neerzetten, omdat ik dus zo een video ga filmen. En ja, ik heb nog steeds mijn stop met kerstboompjes staan. Ik weet niet zo goed wat ik erin moet doen. Dus als jullie tips hebben voor wat ik hier nog in de stop kan doen in plaats van de kerstboompjes. Ik vind het aan de ene kant wel knus en ik heb het idee dat kerst nog lang niet voorbij is, maar het is toch echt zo. Dus ik wil hier wat anders in doen. Dus als jullie tips hebben, let me know. Ik wou trouwens nog eventjes een beetje de kwaliteit van deze blazer laten zien. Ik hoop dat ik dat een beetje goed over kan brengen. Maar het is echt een prachtige kwaliteit. Hij is super stevig en super mooi. Ik ben wel heel erg blij dat hij uiteindelijk dus in de sale was. Want dit is de originele prijs en uiteindelijk heb ik 50% korting gekregen. Ik heb hem trouwens in een maatje S, mocht je dat willen weten. Maar hij is dus echt super mooi. Ik vind vooral de kleur gewoon echt heel bijzonder en leuk. Dus ja, ik ben er echt super blij mee. Het is tijd voor een van mijn favoriete lunches. En dat zijn namelijk deze banaan-eipannenkoekjes. Ik heb er al 3 in zitten. Dit is echt een van de makkelijkste recepten ooit. Het is 1 banaan, 1 ei en dat is het. Mixen in de pan en klaar. Ik vind het heel lekker om dit met bosbesjes of iets dergelijks te maken. En echt, dit is zo lekker. Moet je echt even een keer proberen.
Ik had het al even in het begin van deze vlog gezegd. Maar hierna laat ik even een shotvlog zien van Just V en van Gossip. Alleen het eerste shot dat mist. Dus ik weet niet zo goed wat er mis is gegaan met mijn camera. Maar het eerste shot dat is weg. Dus vandaar dat je straks eventjes een gekke overgang ziet. En vandaar dat ik dus dit tussenstukje ook even film. Maar hierna volgt dus een korte shotvlog. En wat ik nu aan heb is gelijk iets wat ik ga houden. Dit is ook mijn outfit voor vandaag. Ik heb een skinny jeans aan van Stradivarius. En dit giletje is ook van Stradivarius. Maar die beide items had ik al. Die had ik laatst in een shotvlog laten zien. Maar de top die ik eronder aan heb. Ik zal zo even mijn giletje uit en dan kan je het wat beter zien. Dat is het item wat ik nieuw heb besteld. Deze komt van de webshop Gossip. Ik volg ze echt al super lang op Instagram. Maar ik had er nog nooit wat besteld. Toen zag ik deze in één keer voorbij komen. Toen dacht ik, nou die moet ik echt hebben. Die vind ik er echt heel erg leuk uitzien. Het is een mooie beige top met van die wijde mouwen. Dat vind ik echt heel erg leuk. En ik vind het detail hier wel echt heel erg mooi. Ja, ik heb nu kettingen, dus dan zie je het niet heel goed. Maar je hebt een soort van, ik weet niet eens hoe je dit noemt. Maar gewoon in ieder geval een heel erg mooi detail bij de hals. En dat heb je ook trouwens hier onderaan. Maar ik heb hem dus in mijn broek, dus dan zie je dat niet. Maar hier onderaan heeft hij ook zo'n detail. En ik vind het wel heel erg leuk om het zo te dragen. Of op een rokje of zo bijvoorbeeld. Maar ik vind het wel echt een hele leuke top. Maar ik zal ook nog even mijn giletje uitdoen. Dan kan je dat ook gelijk zien. Hij kan namelijk ook gewoon zo op mijn broek. Maar het is niet een hele dikke stof. Het is wel een beetje aan de dunne kant. Dus daarom vind ik het voor nu niet echt heel warm. Voor echt in de winter. Maar misschien als het wat meer lente is dat ik hem wel gewoon zo los ga dragen. Maar daarom vind ik het met het giletje wel heel erg leuk. Want dan is het toch net even wat warmer. Maar ik heb dus ook nog een enorme bestelling geplaatst bij Just V. Er is echt ontzettend veel sale op dit moment. Dus ik heb heel erg veel daar besteld. En ik heb het al even aangepast en ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik ervan ga houden. Ik heb voor 500 euro besteld met de intentie dat ik echt heel veel dingen leuk zou vinden. Maar ja, eigenlijk zitten heel veel dingen niet mooi. En toen dacht ik, ja, wil ik dit wel laten zien? Want ik ga heel veel retour sturen. Toen dacht ik, ja, ik wil het juist laten zien. En ik heb eigenlijk het liefst dat ik zo precies mogelijk kan bestellen. Dus gewoon echt mijn eigen maat bestellen en dat ik niet iets retour hoef te sturen. Maar ik heb gewoon heel vaak bij Just V dat ik verschillende maten heb. De ene keer een S, de andere keer een XL, de andere keer een M. Ik kan er gewoon niet van uitgaan welke maat ik bij Just V heb. Dus ik heb toch maar ja, van sommige items meerdere maten besteld. Ik ga in ieder geval beginnen met deze leren broek. Hier twijfel ik heel erg over of ik deze ga houden of niet. Dit is namelijk zo'n leren jeans. Wel nepleer uiteraard. Maar ik vind deze wel heel erg mooi eruit zien. Ik hou echt van beige de laatste tijd. Dat valt denk ik wel een beetje op. Ja, ik vind het echt wel een heel erg leuk item. En ik zal even een krukje erbij pakken. Want de reden waarom ik twijfel is gewoon wat ik altijd heb bij broeken. Want als ik namelijk ga zitten, hij zit best wel hoog. Hij zit gewoon tot mijn navel. Maar als ik ga zitten, het is dat ik er nu een zwart hemdje onderaan heb. Maar hij gaat gewoon heel erg naar beneden. En ja, mijn top komt niet eens in de buurt om dit bij elkaar te houden. En dat heb ik gewoon echt altijd met broeken. Dus de enige mogelijkheid om deze broek dan aan te doen is door een top erbij aan te trekken die gewoon aan de achterkant eroverheen komt of om een riem te dragen. Maar dat vind ik dan weer niet zo mooi, want ja, ik vind die details hiervoor aan zo heel mooi. Aan de ene kant denk ik, ik heb het letterlijk met iedere broek die ik vind pas wat dan ook. Ik kan nooit een betere broek vinden. Aan de andere kant denk ik, misschien moet ik nog niet mijn zoektocht stoppen en wel gewoon verder zoeken naar een broek die wat beter zit. En dan heb ik ook nog dit shirt. En ik vind het shirt echt super leuk. Omdat dit ook gewoon heel erg mooi geborduurd is. Ik hou echt van zulke soort shirt. En dit shirt vind ik dan wel weer heel erg leuk voor op die jeans. Omdat ik hem dan voor een beetje erin kan stoppen. En dan achter valt hij dus een beetje eroverheen. Dus dit vind ik gewoon echt een hele leuke lente outfit. Ik ga het shirt denk ik sowieso houden. Die heb ik trouwens in een maatje S. En de broek, daar twijfel ik dus nog over. En dan bestelde ik ook nog dit hele leuke jurkje. Don't mind mijn super bleke benen. Maar dit is echt wel een heel erg leuk jurkje. Ik denk alleen ook dat ik hem niet ga houden. Ik heb deze in een maatje XL. En hij zit overal gewoon heel erg goed. Hij is bij de mouwen gewoon zelfs best wel heel erg lang eigenlijk. Maar ik vind hem gewoon een beetje aan de korte kant, denk ik. Maar hij heeft echt een hele mooie stof en hele mooie knoopjes en details en zo. Dus dat vind ik wel echt heel erg mooi. Maar de lengte is voor mij gewoon het enige waar ik een beetje over twijfel. Want als ik echt gewoon dingen ga doen met mijn armen, ga zwaaien of wat dan ook. Ja, kijk, dan wordt hij gewoon echt een beetje kort. En dat is gewoon echt mijn eeuwige dilemma met jurkjes. En dit is helaas dus ook een jurkje wat niet bij mijn figuur past. Ik vind hem wel echt heel erg leuk. Ik vind het een heel erg leuk model.
echt een heel erg leuk jurkje. Maar ik zie gewoon hier al de knoopjes soort van op spanning staan. Omdat hij gewoon hier echt een beetje te strak is. Hier overal is hij gewoon heel erg los en oversized. Want ik heb een XL aan en op zich vind ik dat wel prima. Wel mooi, dus ook een beetje model denk ik. Maar ja, vanaf hier, vanaf mijn bovenbenen, ja, wordt hij gewoon heel erg strak. Maar eigenlijk de hoofdreden waarom ik deze niet hou is omdat deze ook gewoon een beetje kort wordt. Dus als ik echt weer wat dingen ga doen met mijn armen en zo, dan wordt hij gewoon echt weer super kort. Echt, nou, hier beginnen mijn billen al, dus dat is echt gewoon super kort. En dan lijkt het hier ook gewoon een beetje gek of zo. Maar dit jurkje in de maat XL, die is helaas niet voor mij geschikt. Ik vind het wel echt goed dat Josh V steeds meer inclusief is. Dus steeds grotere, maar ook steeds kleinere maten. Dus dat is echt super goed om te zien. Alleen nu hoop ik ook dat een beetje de modellen van de producten ook een beetje geschikt zijn voor wat grotere maten. Want ik heb nu best wel veel items die ik dan gewoon pas, maar dan die niet bij mijn figuur aansluiten om het maar te zeggen. Omdat ze toch te kort zijn of te strak bij de bovenbenen, et cetera. Dus dat is wel gewoon jammer. Ik heb deze week een event van Kruidvat. En in eerste instantie zou die fysiek zijn, maar hij is verzet naar een online event. En dit is de box die ik echt net met de post heb gekregen. Ik zie gelijk al hele leuke dingen. Deze komen heel erg bekend voor. Hiervan heb ik een review op mijn blog staan. En dan heb ik hier een super leuke schattige mop. Een van mijn favoriete geurkaarsen. Deze is zo lekker. Nou, nog meer vitamine. En dit is denk ik nog een shower foam. Ook een van mijn favoriete geuren is dit. Dan zie ik hier ook nog hele lekkere dingen voor chocomel. En dit is nog zo'n cakepop heet het geloof ik. En dit is denk ik een notitieboekje. En hier onderin zie ik geloof ik nog een leuk linnen tasje. Ik hou echt van linnen tasjes. Ook allerlei confetti. Ja, echt super leuk vind ik deze. Dit is gewoon zo'n linnen tasje, maar dan met de Kruidvat squat erop. Ik weet niet of jullie inmiddels al pakketjes moe zijn, maar ik heb weer een pakketje. Ik heb er een gekregen van Nouche Beauty. En ik heb nog nooit iets van dit merk geprobeerd. Of nou ja, ik heb laatst de Linda Meijden gekocht en daar zat een Nouche lipgloss bij. En die heb ik dus al wel geprobeerd, maar de gewone make-up dus nog niet. En ik wil het echt al super lang proberen, maar het komt er gewoon iedere keer niet van. En ik heb nu twee gift sets van ze gekregen. En zo te zien staat er een nummer op, nummer 2 en nummer 6. Ik heb het allemaal maar even goed uitgepakt. En ja, het ziet er echt wel mooi uit. Ik vind vooral dit oogschaduwpaletje. Deze vind ik er echt super mooi uitzien. En ook nog kwasten en zo. Dus ik ga heel binnenkort ga ik hier een ja, volledige make-up look mee maken. En dan ga ik jullie een beetje laten weten ja, of dat geld waard is of niet. Ik ga nu een van mijn favoriete recepten maken. En dat is namelijk bananenbrood. En normaal gesproken maak ik dit zelf met meel. Maar we hadden nog dit pakketje liggen uit een kerstpakket. En we hadden nog wat oude bananen. Dus ik dacht, heel erg veel zin om dit weer eens een keertje te maken. De mix is alweer klaar en die kan dus in een bakvorm. Ik vind bananenbrood sowieso echt een heel erg lekker tussendoortje. Ook over het algemeen wel gezond. Ik denk alleen in dit geval dat de mix die ik nu gebruikt heb niet per se heel gezond is. En ik moet nog even een alternatief vinden voor ja, de bakboter die ik altijd gebruik. Want ik weet ook wel dat er een soort van gezonde spray is of bakpapier zou ook nog kunnen. Maar dan zou ik het nog net even wat gezonder kunnen maken. Zo, hij is klaar. Hij ziet er echt wel heel erg lekker uit. Ik moet hem natuurlijk nog even laten afkoelen, maar ik ben echt benieuwd hoe hij smaakt. Nou, ik zit helemaal klaar voor het Kruidvat online event. En ik heb hier nu dit dus gekregen. Stoppunt. Dan verstop je dus echt. Heel. Goedemorgen, dit is mijn outfit voor vandaag. Ik ben echt helemaal verslaafd aan mijn ja, leren broek eigenlijk. En erbovenop heb ik een spencer en een blouseje eronder. Echt een van mijn favoriete outfits van de laatste tijd. Ik wil jullie ook nog graag even een update geven over de kaars die ik in het begin van deze vlog liet zien van Lede Soja. Ik brand hem nu echt een paar dagen en ik ben er echt helemaal weg van. Ik vind het super mooi hoe die brandt. Af en toe hoor je ook een beetje zo'n knisperend geluid. Een beetje alsof er een haardvuurtje aanstaat. En ik vind het sowieso heel erg mooi hoe die brandt, want hij begon echt hier natuurlijk en hij gaat heel mooi
geleidelijk naar beneden. En dat vind ik echt wel heel erg mooi en fijn aan geurkaarsen. En ik wilde jullie ook nog even iets anders laten zien. Ik heb namelijk mijn YouTube level een upgrade gegeven. Ik heb een microfoon gekocht. Ik deed het eerder altijd met mijn iPhone om de audio op te nemen. Maar nu heb ik eindelijk een microfoon. Dus als het goed is zou vanaf nu de audio van de video's een stuk beter moeten zijn. Met uitzondering van de weekvlogs natuurlijk. Maar ja, hier ben ik ook echt gewoon super blij mee. We hebben een nieuwe zondagmiddag bezigheid gevonden. We zijn dus nu bezig met zo'n miniatuurhuisje. Ik heb deze een tijdje geleden bij de Action gekocht. En ik heb hier nog eentje. Dit is een café. Maar we zijn dus nu hier mee bezig. Dat is het huisje waar het zeg maar in moet komen. En dit zijn alle losse onderdelen die erin komen. Het ziet er nu echt nog uit als een bende. Maar echt heel veel bloemetjes en zo. En stoeltjes en cadeautjes en zo. Echt heel veel losse kleine leuke dingetjes. Wat er dan straks allemaal in moet komen. En als het goed is, moet dit dus het eindresultaat worden. Maar ik ben echt heel erg benieuwd of het gaat lukken. Want het is echt heel veel gedoe. We zijn hier echt al ongeveer 3-4 zondagen mee bezig. En het is nog steeds niet klaar. Maar dit zijn dus alle stappen. En dan uiteindelijk moeten we het straks helemaal kunnen inrichten. Als je tot het einde van deze vlog gekomen bent, dan heb ik een kleine sneak peek voor je. De afgelopen paar maanden ben ik namelijk bezig geweest met een vriendin van mij aan een heel erg leuk project. En aankomende woensdag op Instagram ga ik de allereerste sneak peek laten zien. Dus mocht je het niet willen missen, ik ga er ook zeker ook nog een YouTube video over maken over wat het project precies inhoudt. Maar mocht je alvast wat sneak previews willen zien, volg me dan zeker even op Instagram. Ik hoop in ieder geval voor nu dat je deze vlog weer leuk vond om te zien. Vergeet geen duimpje omhoog te doen als het zo was. Vergeet je niet te abonneren en dan zie ik je graag de volgende keer weer. Doei doei!